Vandaag in Petalk met Michael testen we de petangballen van mijn vriendin. Jawel, ik ben niet de enige petanker van dit huishouden. Emily draait al enkele jaren mee op het petankcircuit en ze speelt met ballen van La Boule Bleue. Het zijn harde ballen, hebben een diameter van 73 mm en een gewicht van 700 gram. Emily kan alles, dus ze wisselt vaak tussen pointeren en schieten. Dus ik ben benieuwd hoe deze ballen het ervan afbrengen in zowel de tir als pointage de précision. Michael, jij kent Emily goed. Hoe hoog schat jij de kans in van La Boule Bleue? Wel, Michael, één ding is duidelijk. Van al de ballen die hier thuis liggen, zijn dit de meest bekroonde. We beginnen vandaag met de tir de précision. En ik heb al gezien, La Boule Bleue staat klaar. Tijd voor petanque met Michael. Beginnen doen we zoals gewoonlijk, zonder obstakels, op 6 meter. Oh, Caro, nee, toch niet. Ha, 3 punten erbij. Deze gaat erover. 8 meter dan. Te kort en hij springt erover. 0 punten. Blijven op 3. Oh, hij springt er weer over. Voorlopig 3 punten op het eerste atelier. Deze is te ver. Er ligt nu ook een cushion, hè, als obstakel. Op 7 meter. Ah, goeie afstand. Jammer genoeg geen goede richting. 8 meter. Oeh, dat is veel te ver. De richting was wel goed deze keer. 9 meter dan. Nee. Weer scheef. Zo blijven we op 3 punten. Maar, dat is geraakt. Maar niet buiten. Dus dat levert maar 1 puntje op. Dat is de verkeerde. Dat is 0 punten. 8 meter dan. Wow, hij is iets te kort en hij springt er weer over, hè. Prachtige Caro, jammer genoeg de foute bal. We blijven op 4 punten. Dat is ook de foute bal. Te kort. Ah, kasket. Puntje erbij. Dat was eerst de foute. Dat is 0. Laatste schot. Boel sauté. 9 meter. Oeh, veel te kort. We zitten nog maar van 5 punten. Kort en scheef. We moeten nu toch gaan beginnen scoren, Michael. Oh, net ernaast. Nog 2 kansen om er toch wel een paar punten bij te doen. Ja. Oh, hij springt erover. Hij springt erover. Laatste schot van de dag. En dat gaat ernaast. Een slechte eerste helft, Michael. Hopla, nog een frustratieballetje erbij. La Boule Bleue haalt amper 5 punten op de tir de précision. Hopelijk gaat dat zelfs beter. Ja, verrassend resultaat inderdaad. De ballen sprongen er vaak over en een paar keer chiclet. 5 punten is tot nu toe het slechtste resultaat in de tir de précision. Hopelijk trekt La Boule Bleue het gemiddelde omhoog in de pointage de précision. Dat valt natuurlijk af te wachten hoe de bal zal reageren met de ondergrond. We hebben net gezien bij het schieten, was dat niet altijd evident. Maar ik hoor net dat La Boule Bleue geen tijd wil verliezen. Dus we gaan onmiddellijk terug over naar de actie. Eerste atelier. Zonder obstakels. We beginnen op 6 meter. Dat is via de klinker. Dat telt natuurlijk niet. Hij was ook te scheef. 0 punten. 7 meter dan. Tja, die zit er net in. 1 punt. Deze komt er niet. Die had er nooit geraakt. Jawel, nipt in de cirkel. Puntje erbij. Zo komen we op 2 punten. We stakelen op een halve meter voor de cushion. Oeh, die valt dood.
7 meter dan. Ja, die komt net binnen de cirkel. Weer een puntje erbij. En ook deze rolt erin. Komen we toch al op 4. En deze komt er niet. Zo blijven we steken op 4 punten. Kom maar. Derde atelier. 2 obstakels. En die worden geraakt. 0 punten. 7 meter. Oh, die gaat te ver. Jammer. Oei, valt op het doek. En ja, daar remt hij niet af natuurlijk. Veel te ver. Deze is beter. Ah, het is scheef. Hij rolt weg. 0 punten op dit atelier. We blijven naar rechts staan. Om de lop onder de knie te krijgen. Oeh. Oké. Okay. Dat was niet goed. 7 meter dan. Oh, weer veel te scheef en te kort. Oh, die gaat er nooit niet raken. Laatste bal voor dit atelier. Raakt een obstakel, dus dat is 0 punten. Laatste atelier, kom aan hè. Ah, die valt dood. Veel te kort. Los op het obstakel. Ai, niet veel kansen meer om te scoren. Voorlaatste bal. Ah, veel te kort. Je zag het direct. Oh, slecht, slechter, slechtst. Afschuwelijke prestatie van La Bleu Bleu vandaag. Niet verder geraakt dan 4 puntjes. Laten we deze test maar snel vergeten, Michael. Weinig woorden aan vuil te maken. 4 punten op de pointage de précision en 5 punten op het schieten. Dat geeft een gemiddeld resultaat van 4,5 punten. Het spreekt voor zich dat La Bleu Bleu met deze score helemaal onderaan het klassement bengelt. Vond je ondanks het slechte resultaat deze video toch leuk? Geef het dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op SpeuTV, want volgende week testen we mijn nieuwe petangballen op Butte Soleil in de voorlopig laatste aflevering van Petanque met Michael. Tot dan! Ik snap echt niet hoe dat je met die petangballen kunt spelen. Hè. Zo slecht. Ugh.